is all that's left. Oh, I still think in all that left. Lost a couple of pieces when. En zo super trots op jou. En daarom, en dat hebben jullie misschien ook wel kunnen horen, heeft het gemeentebestuur, het college van burgemeester en wethouders in Hellevoetsluis unaniem besloten om jou de erepenning toe te kennen. De Jan Blankenspeld. Hij is echt opgespeld. Jullie hebben het misschien een beetje gehoord en gezien, maar hier zit hij. Hier is de orkhokken. En hier is nog je bosbloemen. Ik overhandig hem, zodat je hem even kan laten zien aan iedereen. Maar dan gaan we je gelijk verlossen. Want we hebben namelijk nog iets veel groters. Ja, kijk even naar mensen. De Jan Blankenspeld. Kijk maar even naar het publiek. Kom maar eventjes hier staan. Ja, kom maar even naast staan. Wij hopen natuurlijk dat het een heel mooi plekje krijgt, of boven je bed, of in de studio. Maar waar dan ook, dat je heel vaak de mooie vuurtoren van Hellevoetsluis ziet en natuurlijk elke ochtend weer wakker wordt en van denkt, yes, ik ben de winnaar van het Eurovisie Songfestival 2019. Als ik zeg Duncan Lawrence, dan zeg jij? Ja, super trots. Een hechte Hellevoeter, dus ik vind het helemaal lekker. Ik ben helemaal blij. Als je wat zou kunnen zeggen tegen hem, wat zou je zeggen? Nou, Dick verdient dat hij een mooie carrière tegemoet gaat. En ik ben super trots. Helemaal leuk.